Een hele goede morgen. Het is vandaag op een regenachtige vrijdag. Ik sta op het station van Enschede samen met Julian hier zo. Goedemorgen, gozer. Wij gaan lekker een dagje toe door Duitsland, denk ik. Zeker, hè? Met dat Duitsland-ticket, het 49 euro abonnement. Veel kijkplezier. Zo, ik heb even koffie gehaald. We gaan nu naar Hengelo en daar nemen we de trein richting Duitsland. Zo, met deze DDZ aangekomen op Hengelo. Hier gaan we overstappen op de Eurobahn vlucht richting Bielefeld. Maar wij nemen hem tot aan Osnabrück. En met deze trein gaan we naar Osnabrück. Het moment dat je naar de wc wilt en de deur is open, je trekt de deur open en er staat iemand te zeiken. Ja, doe de fucking deur ook op slot. Ik ben ook helemaal weg van dat er geen audio onder zit. Of muziek. Ja, dat ben ik ook. Denken Sie beim Aussteigen an Ihre persönlichen Gegenstände. Ja. Was ein Liftingetchen. Ja, dat zal allemaal wel van dat standaard spul weer. Ja, hetzelfde als dat we in de Volvo zit. Ah, kom op Osnabrück, Hoofdbaanhoofd. We zijn in Duitsland, dus er moet ook Dietz gehaald worden. Zodra er een lint in beeld komt, dan wordt het heel erg obscuur. We zitten nu in de RB58 richting Bremen. Dat is een lijntje die niet over de hoofdlijn gaat, maar wel binnendoor gaat. 80 gaat dat lijntje. Met deze trein gaan we naar Vechta. Ja. Ik heb ook een keer de S-bahn gehad, dat stuk met Zielitz. Dat is een station in een oude fabriek en de hele overkapping is daarvan ingestort. Ja. En dat station paralleel met zee. Dat is gras bij ons met een verrotte loopbrug en dan stopt de trein alleen in de zomerwagen. Oh ja. Paralleel met zee. We staan hier stil op dit station. Het is allemaal enkelspoor en we wachten op het tegenterrein met een kwartier vertraging. Aangekomen op het station van Vechta. Hier wordt de trein trouwens ook opgeheven. En vanaf hier gaan we met de bus verder. Zo, we gaan straks OM1-lijn richting Kloppenburg nemen. Dat wordt gereden door SBV Janssen, ik ben heel benieuwd. Die rijden met allemaal brute oude bussen rond.
USB-C-aansluitingen. Zo'n mooie Scania streekbus met ook oprecht streekvervoer interieur. Met deze bus gaan we naar Kloppenburg. Dat doe ik ervan. Zo, aangekomen op ZOB van Kloppenburg. Wij zagen onze bus wegrijden en nu kunnen we hier een uur schachten. Zo, we hebben lekker hapje eten gehaald. Lekker friet met currywasje erbij. Dat gaat hartstikke smaken. Eet smakelijk, jongen. Jong, gozer. Op! Zo, we hebben een hapje gegeten. Nu gaan we met de volgende bus. Dat was ook gewoon lijn 900. Oh mijn god, daar staan we hier. Fucking veel scholieren. Leven. We kwamen hier net echt 5 à 6 bussen langs en nu is iedereen al goed is weg. We zitten nu in lijn 900 richting Parvel. Het was hartstikke druk met onze scholieren en zo. We hebben nu een beetje een betere plek kunnen vinden. Dus de chauffeur die gaat hartstikke goed door. Dus dat is ook weer een pluspunt. Aangekomen op Parvel Hauptbahnhof. Kijk, er ligt daar wel spoor, maar er is geen station. Zo, het ijsje was erg lekker. We nemen die van 15:45 lijn 360 richting Ocholt. Zo, daar zitten we dan de busautisten op naar Ocholt. Oh, zo'n ding. Zo, aangekomen op Ocholt. Overstap is niet rem, dus we moeten even doorlopen. Zo, hier gaan we overstappen op de RE1 richting Oldenburg. En in Oldenburg hebben we een hele korte overstap, die hopen wij ook gewoon te halen. Op naar Oldenburg. De trein is een beetje druk. Er zit in de bagagerek. Nou, zoals ik al zie is deze trein erg druk. Dat gaan we niet doen. We gaan wel een uurtje later. We gaan hier eten. Niks. Nou, we gaan omhoog. Mijn carrière zit in de lift. Links, hè?
Nou, we zitten in de trein van een uur later. Deze heeft wel 3 stellen. Oh, ook nog steeds krap, maar wel genoeg. Zeg Patrick, vind je ervan dat er een... Oh, ik word gefilmd. Wat vind je ervan dat er een man zo luid belt dat de hele trein ervan kan meegenieten? Ja, nou. Ja, dan ben ik niet zo maar ze maar niet af. Kan je dat? Kan je dat niet missen? Dat is wel dat is wel. Niks. Zo, met de RB61 op naar Hengelo. Ik zie elkaar straks, ik ben op 9 uur weer. Alles klaar, ja, gaan we doen. Aangekomen op Hengelo. Zo, met deze trein ga ik richting Enschede. Ik sluit hier de video af. Dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Je kunt ook lid worden van mijn kanaal. En tot de volgende video. Later. En adekt. Oh nee, tjus. Een bigste meekste maar.